als militair. Maandenlang zou de Nijmegenaar het doorbrengen in schuilkelders. Ik lees een kort fragment voor uit een boekje dat Weiland Dorothee Weigers heeft geschreven over haar belevenissen als kind in de oorlog. Op zondag 17 september 1944 scheen de zon. We hoorden dat de parachutisten in de dorpen Moop en Malden waren geland en dat de geallieerden op weg waren naar Nijmegen. We zagen overal nog gewapende Duitse soldaten, maar de meeste tijd zaten we in onze kelder. We hadden al wat kleren ingepakt in een koffer en tassen, natuurlijk ook het geldkistje. We zouden niet zoveel nodig hebben, dachten we, met onze beveiligers zo dichtbij. Toen begonnen de straatgevechten, want de stad was nog bezet door Duitsers. Ik ging stiekem in onze winkel kijken en zag soldaten, vrienden en vijanden, vanuit winkelportieken op elkaar schieten. De dag erna kwam een bevriende buurtbewoner die een grote kelder had ons halen. We sleepten alles mee, dekens, bagage en het geldkistje. We voelden ons daar veilig. We deelden alles wat we nog in eten en drinken hadden met elkaar. We hoorden verhalen over dronken Duitse soldaten die werden verjaagd door de Engelsen en zich aan het terugtrekken waren. Ze hadden een drankwinkel leeggeroofd en dansten met de etalagepoppen van Sena. Ze sloegen de ruit van de muziekwinkel. Lallend en blazend op de instrumenten zwierden ze door onze straat. We sliepen die nacht daar in de kelder. Einde citaat. Jongens en meisjes, dames en heren, wijlen mevrouw Dorothee Weigers schreef haar herinneringen aan de oorlog op voor haar kleinkinderen. En zoals ik al aan het begin zei, 75 jaar na dato verdwijnt de generatie die de oorlog bewust heeft meegemaakt langzamerhand. Het is aan ons en aan nieuwe generaties om de verhalen van alles wat er gebeurd is door te geven. En daarom zijn monumenten en herdenkingen zoals deze, en zoals de herdenkingen die later dit jaar gaan plaatsvinden, ongelooflijk belangrijk. Om lessen te trekken uit het verleden en te beseffen dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. En misschien is dat nog wel het allerbelangrijkste. Wij kunnen tenminste hier in Nederland herdenken via in veiligheid en vrijheid. Sterker nog, in geheel Noord- en West-Europa kunnen we dat. En dat over een historisch gezien ongekend lange periode van 75 jaar. Miljoenen en miljoenen mensen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna sleep gedood of voor het leven verminkt, geestelijk en fysiek. En zij die overleefden, wisten één ding zeker. Dit nooit meer. Zij die overleefden, hebben onze stad, Nederland en Europa weer opgebouwd. Zij die overleefden, hadden hun les geleerd, onder andere over de ware betekenis van etnisch gedreven nationalisme. Zij die overleefden, werden gedreven door de wens van een duurzame vrede en veiligheid. Zij die overleefden, hebben vervolgens de handen in elkaar geslagen. En zij die overleefden hebben daarmee een belangrijke boodschap voor de toekomst van ons oude continent, ons Europa gegeven. Ter nagedachtenis van al die slachtoffers. Als je om je heen kijkt in deze wereld, zie je nog heel veel geweld en oorlog. Er gaat nog steeds heel veel mis, op vaak gruwelijke wijze. Maar, dames en heren, jongens en meisjes, ik durf ook te zeggen, er is heel veel beter gegaan in de afgelopen 75 jaar. Zij die de gruwelen van de oorlog overleefden, hebben er hun lessen uitgetrokken. En het zijn lessen die onverminderd actueel zijn. Het zijn ook onze lessen. Ter nagedachtenis aan al die mannen en vrouwen, jongens en meisjes, ter nagedachtenis aan al die slachtoffers. Thank you.
De stichting Pion van Indonesische organisaties legt een krans voor alle burgers die zijn omgebracht of omgekomen in Azië als gevolg van verzet, internering, oorlogsgeweld en uitputting tijdens en direct na de Japanse bezetting. Nationale Reserve legt een krans namens alle militairen en al het koopvaardijpersoneel, omgekomen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog en nadien in oorlogssituatie en bij vredesoperaties. Nijmegen en een gedeputeerde namens het bestuur van de provincie Gelderland.